Mam, dat zijn de wangetjes. Dat zijn de wangetjes. Bij de ene pingwing zijn de wangetjes dicht. En bij de andere pingwing maakt hij de ogen dicht, zodat hij net iets meer verschil maakt. En Miel heeft een kerstman. Oh, hij heeft een kerstman. Dat is van Jezus. Oh, dat is van Jezus. Moet je het dan niet teruggeven als het van Jezus is? Nee, het is niet van Jezus, maar... Oh jeetje. Ik dacht dat vorig jaar de kilo zak met borrelnoten al veel was. Het is de day after de verjaardag van Marijn. Hank is alweer zijn rennen hoor. Heeft zich alleen nog geen tijd genomen om even lekker te douchen? Aan deze kant zijn er twee donders blij met pyjama-ochtend. Misschien moest ik ze voorzichtig maar eens gaan vertellen dat het onmiddag is. Deze was trouwens vanmorgen om 5 uur lekker actief. Hoe kwam dat nou? Nou, dat zal ik jullie uitleggen. Ik ben net voor de tweede keer mijn bed uit. Want door alle festiviteiten had ik mijn vlog van zondag nog niet geëdit. Dus dat heb ik vanmorgen om 5 uur gedaan. En op een gegeven moment, tegen 10 uur, ben ik mijn bed weer ingedoken. En om 1 uur mijn bed weer uitgekomen. Dus ik kan nu toch wel stellen dat ik echt wakker ben en de slaap eruit heb. Dus heel voorzichtig gaan we maar eens beginnen met de kerst erin poetsen. Want daar heb ik wel behoefte aan. Hank denkt, nee, wat er moet voor kan me wel opruimen. Maar dat maakt me niks uit. Ik ga eens beginnen met de ramen. Ik zal jullie zo eens even laten zien wat ik wil gaan doen. Kijk, ik ben begonnen met mijn eerste kerstboom. Dat zou je nog niet zeggen, maar dat gaat het echt worden. Ik zal vragen of Hank straks even filmt als ik bezig ben. Het leuke is wel... Het werkt direct besmettelijk. Want wat is mijn Mereltje aan het doen? Ik ga ook tekenen. Merel gaat ook tekenen op het raam. Ik wil even kijken naar de boomstam, hoe je een boomstam tekent. Maar je mag ook zelf wat bedenken. Ik denk al wat waar ik piep niet op de camera. Het tekenen. Ik heb nog wel ramen voor je. Ik moet het dichtmaken. Een pinguïn is maar heel skill. Kijk, dat is een skille pinguïn aan het tekenen. Een skille pinguïn. Nou, dan maak ik gewoon een grauwe. Dat zijn de wangetjes. Mam, dat zijn de wangetjes. Dat zijn de wangetjes. Bij de ene pinguïn zijn de wangetjes dicht. Ja. En bij de andere pinguïn maak ik nu de ogen dicht, zodat hij net iets meer de schil maakt. En Merel heeft een kerstman. Oh, ik vind die kerstman zo leuk. Die heeft dus helemaal uit haar hoofd gedaan, hè? Die komt toch spontaan in de kerststemming hier in huis. Ja? En deze dondersteen probeert de boom te klimmen. Ik denk dat hij uit die boom. Wat hij niet mag. Wat is die kant? Hoe lekker we het ook vinden, we nemen er niet altijd de tijd voor. Zelf de kipsnitzels paneren. Zoveel lekkerder dan kant en klaar uit de winkel. Het is wel een werkje. Eerst hele dunne plakjes. Dan slaan we die zo eerst nog tot moes met de hamer. Wat? Ja, nee liefje, ik heb je van de week al geholpen met de kattenbak. Je mag het nu echt zelf doen. Het is nog steeds zondag. En zoals jullie zien heeft Merel de kleren ook echt niet aangehaat vandaag. Na alle tekenen en al het geweld. Allerlei andere dingen gedaan. Hallo? Ik weet niet of die kastjes leunen, dan gaan ze kapot, liefje. Het is geen goed, de schnitzels gaan zo in de olie zwemmen. In de olie zwemmen? En na de zwemles kunnen we ze heerlijk opeten, want dan zijn ze... Laatste kippiezaak.
En dan heb je aan twee stukjes kipfilet echt meer dan genoeg van heel gezin. Ben ik niet mee eens? Nee, dat snap ik. Maar kijk even. Hij zit helemaal vol. En ja, natuurlijk is het kip die een wat beter leven heeft gehad dan de plofkip van de Albert Heijn. We willen echt niet beweren dat we geen vlees meer eten, maar we proberen er wel een beetje over na te denken wat we eten. Marijn heeft van de week met zijn hele klas een kerstmusical gedaan, waarmee ze het verhaal van Oliver hebben gemixt met de geboorte van kindeke Jezus. Erg origineel, heel leuk gedaan. Daar kan ik natuurlijk niet zo heel veel van laten zien, want er zitten natuurlijk allemaal andere klasgenootjes van hem in. En kan ik niet gebruiken voor de vlog. Maar wat nog leuker was, helemaal op het eind hebben ze allemaal een bedankje ingesproken voor de ouders. En die ga ik nu even inplakken van Marijn. Dank dat jullie heel veel vertrouwen in me hebben. En bedankt dat jullie de vervelende klusjes voor me doen. Wat zegt hij nou nog weer? Na afloop van de musical wilden we nog even kijken of Mormel binnenkort weer kan logeren. Maar kijk daar dat kopje om de hoek. Figaro vindt dat me nog maar wat spannend. Net stond hij altijd met de rug omhoog. Ik weet het nog niet. Ja, dames en heren. Het is zover. We hebben weer een stoep. De straat wordt helaas pas na de feestdagen gedaan. Dus voorlopig zitten we nog wel even met een beetje drek. Maar er is weer een stoep. Dan wordt het nu toch echt tijd om de kerst erin te poetsen. Vanmiddag is het kerstdiner van de kinderen op school. En ik heb gewoon echt nog geen tijd gehad. Of puffend wat meer te doen. En dan gaan we eens even kijken of ik dat gigantische kerstpakket ook met ze samen uitgepakt krijg. Want dit weekend kan het wel in de vlog. We hebben namelijk plechtig moeten beloven dat we de collega's niet lieten weten over wat er in het pakket zat. En vandaag krijgen de laatste collega's hun pakket, dus dan kan ik het mooi in de vlog doen. Kijk, een houten kerstboom dit jaar. Vorig jaar gemaakt door een van onze buurmannen. Hier aan deze kant op de kast kan ik echt niks neerzetten. Want daar is Merels winterdorp. We hebben nog een paar dubbelen, die ga ik meenemen naar school. En dan ben ik in de erken ook klaar. De ene hoek blijft een beetje kaal, maar die wordt straks weggevuld door Figaro. En dan heb ik de erken mooi vol. Ja, stratenmakers lopen nog even over de straat. Dus doe het ervoor. Wat doe je? Ik ben even aan het filmen waar jij mee aan het spelen bent. Wat is dat eigenlijk? Dat is van Jezus. Oh, dat is van Jezus. Oké. Okay. Nee, dat gaat over. Moet je het dan niet teruggeven als het van Jezus is? Nee, het is niet van Jezus, maar. Dat bedoel ik niet. Maar je weet wel wat ik bedoel. Ja, je bent lekker met het kerststalletje aan het spelen. Ja, ik ben het aan het neerleggen. Je weet dat we zo ook nog hapjes moeten maken voor het kerstdiner, hè? Ja. Wat gaan we maken? Sneeuwpoppen, want het is tenminste kerst. Ja, op school is het wel kerst. Precies. En we gaan zo nog even ons kerstpakket uitpakken. Waar is de kerstman? Nou, jullie zijn nog geen kerstman hoor. Hé, wat staat daar voor jullie op tafel? Een pakket! Een mega kerstpakket heb ik dit jaar van mijn baas gekregen. En Merel en Marijn willen het graag weer uitpakken en laten zien, net als vorig jaar. En ik zeg succes, jongen. Voorzichtig, hè? Want je weet niet wat eronder zit. Ja, zo. Vlak nog uit. Dan ga je nog even die kant op. Zo. Nou, bovenop ligt een heleboel voor in het konijnenhok. We hebben alleen geen konijn.
Merel, dat mag wel in de prullenbak, maar dan graag in één keer, zonder dat er allemaal stukjes op de grond komen, oké? Nou, zijn we er klaar voor? Mag ik al meteen wat lekkers eruit pakken? Tuurlijk mag je gelijk wat lekkers eruit halen. Het is wel zwaar. Oh jeetje. Ik dacht dat vorig jaar die kilo zak met borrelnoten al veel was. Vol noten. Lekker hoor. Ja. Gelukkig komt mijn verjaardag er nog aan. Oh, hè? Oh, brownie. Oh, lekker Merel. Nou, zet hem maar naast. Merel, ja? Zit je nu gewoon voor een lopende camera een scheet te laten? Ja. Dat kan toch niet? Oh. Ja, slagroom. Stroopwafels, lekker hoor. Ja, daar staat de uitleg op. Er zit namelijk een kookboek in. De hardware is ondersteunend bij veel gerechten in het kookboek van de Wereld van Soortig. Ingrediënten in het pakket vormen samen met de hardware een gerecht. Kijk voor de bereiding van het gerecht op bladzijde 4 van het boek. Dus er zit ergens een kookboek. Tony Chocoloni! Woep woep! Die is voor mij. Nee, Tom. Een garde, altijd handig. Boek. Ja, wat staat erop? De Wereld van Soortig. Dus het is een kookboek met allemaal gerechten, recepten bedacht door mijn collega's. Een deksel, altijd handig. Let it snow. Ik weet niet wat het is, maar... Nou, pak maar uit, dan kom je er vanzelf achter. Ik heb er nog 4 van. Pak het uit, Marijn. Goed vasthouden. Kom erachter. Niet laten vallen, want het ziet eruit alsof het kapot valt als je het loslaat. Dat zijn... Oh, glas! Glas! Een glas. Ah, kijk. 4 glazen. Vanillezuiker. Ga door, Merel. Wat is dat? Tikkie. Oh, is voor scheren. Voor het scheren? Een Babantia scheermes? Nee, het is voor aardappels. Het is ook niet voor de aardappels, het is geen dun schiller. Het is een kaasschaaf volgens mij. Pa-la-la-la-la. Ah, een pannenlapper. Kijk, hier kunnen we mensen heel goed op afslaan zoals ze dat in tekenfilms doen. Ja, nou zit je wel al die dingetjes ernaast te gooien. Jij gaat ze ook stofzuigen? Nee, let's go. Nog meer slagroom, jeetje. Dat heb ik veel slagroom nodig. Ik heb veel slagroom nodig, zie ik al wel. En dit? Wat is het, Merel? Heel veel hooi! Geniet maar van je Tony Chocoloni. Die heb je eerlijk verdiend. Nou, dankjewel. Bij deze sluiten wij de vlog af. Zeggen jullie even fijne feestdagen? Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar op 1 januari. Nou, dan zien we elkaar nog wel hoor. Want volgende week zondag is er gewoon weer eentje. Dan zit er in ieder geval in de dingetjes voor het kerstdiner die we vanavond gaan maken. En het weekendje weg van mij en Merel. Maar dat gaan jullie allemaal zien volgende week zondag. Doeg, bedankt voor het kijken. Kerstfeest!